Naast me staat uh, Liam Hankes. Liam, vandaag uh, jouw debuut uh, voor Groene Star. Vijf-in-winst. Lekker toch? Ja, heerlijk. Top. Dat was een mooie overwinning. Ja, Jammer dat we uh, die goal tegenkrijgen, dat we de 1-1 eigenlijk uh, binnenkrijgen. Dat, uh, ja, dat gaf wel een beetje druk, zeg maar. We gingen ook een beetje anders voetballen. We hadden misschien het gevoel dat we ook ook nog eentje konden maken, maar gelukkig maakte Bas de 2-1. Goede goal van hem. En uh, ja, gaan we goed uh, de rust eigenlijk binnen. De um, tweede helft uh, die we starten, ja, krijgen we eigenlijk een dikke kans tegen. Alleen uh, ja, maken we hem aan de andere kant gelijk in de 49ste minuut. 3-1 voelde het al lekkerder als uh, verdediger zijnde. Zeg maar. En uh, ja, twee minuten later uh, maken we nog eentje. En uh, ja, 4-1, klaar. Eigenlijk uh, weet je dan al, uh, als je het rustig uitvoert dat de wedstrijd uh, gewoon gespeeld is. Ja, natuurlijk mijn debuut. Dat is fijn. Ik heb ervan genoten. Fijn om te mogen voetballen. Top. Ja, ja, mooi, ja. een mooie samenvatting van de wedstrijd. Uh, inderdaad, je, je gaat rusten met, uh, met 2-1. Ja, dat was wel in het begin, als je kijkt naar de eerste helft, nog wel wat, wat balvlies links en rechts. Dus, dus de trainer zal ook nog wel wat, uh, ja, wat hebben gefine Ja, klopt. wat Sommige slordige fouten, zeg maar, omdat wij ook een beetje druk voelden. Um, ja, gewoon slordige momenten. Waar hun misschien ook mee, meer hadden mee kunnen doen. Va waardoor het eigenlijk uh, ja, een beetje aanvoelde alsof wij niet de betere ploeg waren. Maar we voelden, ja, zo voelde het niet zeg maar. We wisten wel dat we gewoon een betere ploeg als hun waren. En ja, dat zie je ook wel in de uitslag uiteindelijk daarna. Als we wat rustiger gaan voetballen houden we meer de bal in de ploeg. Ja, we doen wat uh, niet zo slordig als in de eerste helft. Maar, ja, Gewoon uh, goed als in de tweede helft. Ja, als je kijkt naar je, ja, je eerste 90 minuten, hè, je, nu officieel, uh, ja, als je kijkt van, van achteruit, uh, verdedigend, ja, het was allemaal uh, steady toch? Ja, het was zeker steady. Ja, ik heb ook twee goede verdedigers naast mij achterin, dus die helpen mij, helpen mij uh, heel goed om mee Dus dat was natuurlijk heel fijn. Kevin die uh, goed met zijn coaching altijd is. Maar ja, ik denk voor mijzelf uh, dat ik gewoon zakelijk heb gevoetbald en uh, ja, geen gekke dingen heb gedaan. Eén momentje in de tweede helft dat ik wat beter had op moeten letten. Waar we een grote kans uit kregen. Maar Mark eh, pakte hem goed eruit eigenlijk. En, eh, alleen dat momentje was het voor de rest eh, gewoon een goede pot gevoetbald, vind ik. Voor mezelf. Ja, absoluut. Helemaal eens. Goed, blijft ongeslagen. 11 punten nu. Uh, drie winst. Twee keer gelijk. Ja, het uh, loopt eigenlijk uh, goed. Ja, het ja, loopt, loopt goed. Uh, ja, ik, ik mag het nu zelf ervaren omdat ik nu pas de eerste 90 minuten gevoetbald heb. Maar ja, de wedstrijd daarvoor liep eigenlijk ook gewoon prima. Vorige week vond ik ook dat we hebben moeten winnen. De tegenstander was ook niet veel. Um, daar hadden we eigenlijk gewoon meer moeten, moeten halen. Um, en ja, thuis tegen Juliana, daar verspil je eigenlijk ook twee punten. Dus ja, ik denk eigenlijk als we gewoon... Uh, <sacht> ...meer kansen hadden afgemaakt en uh, gewoon uh, beter hadden gevoetbald in die, die twee wedstrijden... ...dat we gewoon ook bovenaan hadden gestaan en vijf wedstrijden hadden gewonnen. Maar ik denk uh, dat wij met dit team op dit niveau... In deze klasse gewoon uh, kampioen moeten worden eigenlijk. Zeker uh, ja, de eerste of tweede plek moeten behalen. Ja. Vind ik echt. Ja, ja. Een mooie doelstelling. Uh, ja, je bent nu op groene staan, dan is ook altijd de vraag van uh, ja. bevalt het je hier uh, op ons hoek? Ja, kijk, uh, het bevalt mij gewoon prima. Het bevalt mij goed. Ik vind vind het leuk om te trainen. Ik vind vind het leuk met de jongens. Snap je? Ze hebben allemaal een doel. Ze hebben ook een doel in het leven, snap je? Dus, uh, yeah. Ze sporten, ze staan allemaal stabiel in het leven. Het is dus geen flauwe kullen, zeg maar. En ja, dat maakt jezelf als persoon zeg maar, ook beter. Ook al heb je dan wedstrijden niet gevoetbald. Je pikt toch, ja, ik ben nog jong, zeg maar. Je pikt toch, uh, ja, dingen eruit, zeg maar. Uh, van jongens om je heen. Uh, van hoe sta je in het leven gewoon. Ook, ook dat. Dus ja, ik vind het hier gewoon fijn. Het uh, doet me goed. Ik vind, ben, ben blij dat ik vandaag de eerste 90 minuten heb mogen voetballen. Ja. Ja, super Liam. In ieder geval uh, de eerste minuten zitten erop maar nu is het uh, zaak om, uh, om door te pakken. Nu, heb je, nu krijgen we twee uh, leuke wedstrijden, twee uh, ja, Limburgse wedstrijden, Vendra en Ja, Dat zijn ook kapotjes om naar uit te kijken. Ja, zeker. zeker. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik mag spelen en anders dat ik mag invallen natuurlijk. Maar ja, we, gaan er, uh, we gaan er tegenaan. We gaan er tegenaan en uh, we gaan zorgen dat we zes punten gaan halen uit die twee wedstrijden. Toch? Dus dan kunnen we... Door kijken naar bovenaan, want uh, die wat bovenaan staan, die blijft ook maar winnen. Dus uh, <laughs> die houden ook druk bij ons erop ja. natuurlijk. En wij moeten druk bij hun erop houden. Ja, ja. Hele mooie veel Liam. In ieder geval dankjewel voor jouw uh, inzet. Ja, zeker. En uh, je tijd. Zeker, geen probleem.